Mijn naam is David Scholten. Ik ben marshaller op de luchthaven Schiphol. En mijn taak is het veilig laten parkeren van vliegtuigen. Als eerste naar Charlie 16-11 voor de Bravo Golf Kilo. Die is net geland achter je rechts. Net geland op de rechts, Charlie 16, lijntje 11, de Bravo Golf Kilo. Wij zijn nu op weg naar, 6-7, naar Gate Charlie 16. Er komt een 737 binnen van de KLM. En daar taxiet hij. Hij komt net van de polderbaan af. Op de kop van de Sepia zijn een aantal opstopplaatsen waar geen docking systeem hangt. En die moeten dus handmatig binnengehaald worden. En daar wordt de marshaller dus op afgestuurd. Wij checken als eerste altijd de opstopplaats zelf. Staat het afhandelingsmateriaal niet in de weg? Staat het in de juiste opstopvakken? Staat de brug in de juiste parkeerstand? Brandt de groene lamp van de brug? Liggen er geen stukjes vuil, rommel, etc. op het platform? Oftewel, een vliegtuig moet veilig binnenkomen zonder dat er iets kan gaan gebeuren. Hiermee wenken we de piloot, zeg maar, de richting op. Dit is rechtdoor, of in feite neuswiel recht. Dit is wenk naar links, wenk naar rechts. Als het vliegtuig bijna op zijn stopstreep is, dan gaan we wat langzamer zwaaien. Om de piloot aan te geven dat hij er bijna is. Steeds langzamer en dan gaan we naar het stopteken toe. Als hij helemaal gestopt is, remmen vast en dan wachten we totdat de blokken gelegd zijn. Wat maakt het werk als marshaller zo interessant? De diversiteit, de dynamiek, het contact met vliegers, de afhandeling, met gewoon het hele proces op zo'n platform. Dat is leuk, dat is heel erg leuk. Ik heb een goede dag gehad wanneer het vrij druk geweest is en alles toch goed rechtgekomen is. Vliegtuigen hebben niet hoeven wachten op een marshaller. Allemaal tevreden gezichten en dan ga ik met een goed gevoel naar huis.